Yes. Ja, nee, eigenlijk niet. Ik vind het Feyenoordlied erg mooi. Ik ga niet zingen, want ik kan helemaal niet zingen. Ik sprak mijn zoon en die vertelde dat zeg maar het niveau van de meeste liedjes in het stadion toch, zeker als ze tegen Ajax spelen, een bedenkelijk pijl raakt. Jeetje, ik had mezelf beloofd dat ik nog zou nadenken over deze vraag. Ja, er zijn er misschien wel een paar. Ik vind zelf Christiane van der Wal, daar zit ik naast vaak. Vind ik leuk, vind ik ook als mens leuk. En ik vind haar ook gewoon heel dapper op haar beleidsterrein. En ik ben zelf een fan van Hugo de Jonge. En dat komt omdat Hugo in een hele moeilijke tijd minister van VWS was. En daar kon je van allerlei kritiek op hebben. Maar zijn inzet en zijn intensiteit vind ik erg leuk. Nou, eigenlijk gewoon, ik denk op dezelfde manier als ik nu doe. Dus we gaan de gaswinning zo snel mogelijk proberen te sluiten. En daarnaast gaan we proberen hun probleem met hun huis, dus dat kan zijn schade omdat ze scheuren hebben. Of dat kan zijn dat hun huis versterkt moet worden omdat het niet bestand is tegen een aardbeving. Om daar zoveel mogelijk aan te doen. Het zijn eigenlijk twee, laat ik maar twee noemen. Eentje is in een vrij oude boerderij, twee oudere mensen die hun dochter voor hen lieten praten, omdat ze zelf te emotioneel waren. En zij deed dat vanaf een briefje. Dat vond ik zelf heel, dat was onze allereerste bezoek volgens mij, ook heel ontroerend. Het tweede bezoek, of tweede ding wat ik me herinner was in Loppersum, waar ik zelf dus dan zit. Iemand die bij mij op bezoek kwam met een aantal aardbevingscoaches erbij. Dat zijn mensen die dus mensen helpen in Groningen. En die mevrouw, dit was een hele ja, stoere mevrouw, ja 50, heel dapper, prima. Op een gegeven moment ging ze huilen in dat gesprek en die heeft 3 kwartier aan één stuk gehuild. Wel gepraat daar tussendoor, maar steeds weer huilen. En dat vond ik zelf heel, ja, dat is gewoon echt heel moeilijk, vind ik dat zo. Ja, dat is een kwestie van heel veel praten met mensen. Dus wat ik probeer te doen, vooral in deze portefeuille, de vorige kwam ik daar eigenlijk ook niet zo goed aan toe. Maar nu, omdat ik Groningen echt als focus heb, als brandpunt, probeer ik heel veel te praten met mensen en uit te leggen aan mensen hoe ik ze kan helpen en hoe ik ze niet kan helpen. En probeer ik ook duidelijk te maken dat ze me rustig kunnen aanspreken, omdat ik voor hun de overheid ben. Dat is denk ik heel belangrijk. En de meeste mensen waarderen dat zeer. Door nog meer te werken. Ik ben niet zo goed in ontspannen. Lezen doe ik wel, maar dus in bed. Maar nee, ik ben niet zo goed in mezelf uitzetten. Dat is niet mijn grootste kracht. Als die mensen zich niet thuis voelen bij middenpartijen, gaan ze naar de randen toe. En dat thuisvoelen kan een hele botte economische reden zijn. Maar het kan ook zijn dat ze bijvoorbeeld zich niet meer herkennen in de politie. Dus de beroemde Clinton, de uitspraak over deplorables daar, die heeft veel kwaad gedaan, denk ik. Dat is ook natuurlijk nu de reden om verder aan het boek te gaan, dat het heel dicht aan zit tegen wat ik nu doe eigenlijk. Want ik probeer natuurlijk ook de kloof met de Groningers tussen Den Haag en Groningen te overbruggen. Dus in die zin ben ik gewoon met dat onderwerp ook bezig. Je moet wel doen wat je zegt. En dat zit natuurlijk heel diep ook in die analyse van populisme, zie je dit ook terug. Mijn batterij laat op van ideeën. Ik ben een ideeënmens. Dat kunnen mensen zijn, maar dat kunnen ook... ik zat gisteravond een stuk te lezen. Wat gebeurt er met democratieën en kapitalisme in deze tijd? En eigenlijk dezelfde thema's waar wij het net over hadden. En als ik dat lees, krijg ik al direct 8 ideeën, waarvan er 7 heel slecht zijn, de 1 misschien wel kan. Dus dat inspireert mij. Ja. Leuk zo, dankjewel.